Zeg Les, wat is voor jou de reden geweest om ooit als Andreas Lookalike te starten? Een grap. Klinkt raar, maar het was eigenlijk op een bruiloft moest ik zingen. En toevallig had ik een zwart overhemd aan ook. En er zat een oudere man met zo'n hoedje op. Ik denk, nou, ik pak het hoedje op, ik zet het op mijn hoofd. En ik zing een Hazesnummer. Ja, mensen denken, hé, het ziet er een beetje uit als Hazes. En toen kwamen wat meer mensen dat zeggen. Toen had ik zoiets van, ja, misschien moet ik er wat mee doen. En toen is het eigenlijk ontstaan een Hazes-act. Dus. Dan is volgend jaar is André inderdaad 10 jaar overleden. Is dat voor jou nog extra bijzonder? Ja, tuurlijk. Het is mijn voorbeeld geweest. Ik ben ermee grootgebracht met die muziek. En toen hij overleed, ja, toen viel mij weer ook eigenlijk een beetje in. Ik wist het een van de eerste van Nederland, want mijn manager Wout van Doleweert, die was bij het overlijden van André. Dus ik was eigenlijk, ja, redelijk snel wist ik het. Dus in de ochtend en het is net over een stukje van jezelf weg gaat ook. Ik heb bijna de hele dag lopen janken ik denk heel veel mensen ook. Het is natuurlijk je voorbeeld, die is in één keer weg. En dan moet je maar kijken hoe het verder gaat. Maar ik heb het goed opgepakt, gelukkig. Dus. Heb je natuurlijk ook nog overwogen om te gaan stoppen? Nee. Nee, ik heb wel eens gehad van. In de tijd dat ik het heel druk had. Dat je dacht van, nou moet ik weer vanavond op pad. Maar op een gegeven moment sta je podium en dan krijg je die kick van die mensen, die respons terug. Ja, dan is het gewoon weer een goeie ding. En ik heb gezegd, als ik ooit moet stoppen, dan zou ik 80 worden, denk ik.